flexibel. Maar ik geloof hier toch niet in. Dus gaat til je nou? Ja, dat komt wel goed met mij, hoor. Oh, maar ik ben ook heel zenuwachtig hoor, hè. Welkom in de Juice Box. Jullie zijn aangesloten op een leugendetector, dus liegen heeft vandaag geen zin. Faisal, kijk jij op drama en ruzie? Oh, nee. Nee, maar ik kijk niet per se op drama en ruzie. Waarom volgt dat jou dan overal? Ik kijk er niet per se op, maar als iemand me drama of ruzie wil geven, dan maak ik het wel voor ze af. Je moet niet komen met je gelul en dan denken dat ik niks terug ga zeggen. Ik heb geen fitty gehad met jou. Nee. Nee, maar het was wel met je wrijving. Nee, maar nee, niet echt vrij. Het was echt alleen Morena. Ja, met Morena aan het team zitten, dat is niet per se spijt, denk ik. En zij is een beetje pathologisch. Om even Harry te quoten. Ja, om even Harry te quoten. Ja. Pathologisch. Ik vond iedereen echt geweldig en leuk en een goede toevoeging en ik snap dat ze gecast zijn, behalve Morena. Ja, een beetje bipolair. Soms zegt ze het ene en dan zegt ze weer het andere. Ziekelijk liegen bedoel ik. Ja, ze loog heel veel. Mocht ik quote van haar, ik heb niet gelogen, maar ik heb er gewoon voor gekozen om het niet te vertellen. Ja, om niet te vertellen, ja. Dat heeft zij gezegd. Je bent gekoppeld aan Rico. Ben je daar blij mee? Nee. Wil je het uitleggen? Nou ja, in eerste instantie dacht ik eerlijk gezegd dat ik met een vrouwelijke teamplayer had. Alleen dat was dus Rico. Ik denk dat zij stiekem wel blij is. Maakte je op het eiland ook erg druk om je vriend? Nee, niet per se. Maar het was eigenlijk gewoon de pieken en dalen die ik op dat moment had. Ik zat echt te twijfelen. Als ik straks terugkom in Nederland, is het dan nog wel aan? Is die weg? Die vriend was er niet van gediend natuurlijk dat ik met haar in een team zat. Zij moest buiten slapen. Ja. Van haar vriend. Ik dacht van ja, weet je, sla maar buiten. Einde van de dag, ik vind het eigenlijk wel jammer. Maar goed, hé. Het is wat het is. Dat boeit me niet zoveel eigenlijk. Toen wij zeg maar op Schiphol waren, toen heeft hij mij in mijn oor gefluisterd dat als ik nu niet met hem zou meegaan naar huis, dat het uit was. Oh. Ja, het was wel echt een fucked up gevoel wat ik had. Maar als zij die vriend niet had gehad, had ze het dan anders gedaan? Ik denk dat zij had geprobeerd bovenop mij te liggen dan. Dat was gewoon sarcastisch, toch? Daar word ik niet warm van. Nee, oké. Okay. Esmee, er is altijd drama waar jij bent. Ligt dat aan jou? Nee. Ja, maar dit kunt ik geloof hier toch niet in. Hoe komt het nou dat drama altijd om jou heen zweeft? Ik kan gewoon heel slecht tegen neppe mensen. Wie uit het programma vond jij fake? Nou ja, vooral Ziggy. Voordat het programma begon heeft hij letterlijk elke deelnemer opgebeld. Voor dit programma hebben we best wel wat gesproken en gebeld. Al proberen vriendjes te maken voordat het programma überhaupt is begonnen. Dus... Esmee vond ik gewoon super leuk, super aardig. Alleen ja, Sharon die dacht maar vanaf dag 1 niet. Dat merkte ik ook al een beetje. Sharon, heb je er spijt van dat je Ziggy hebt geslagen? Nee. Het is toch gebeurd, dus waar ik dan nu spijt van heb, is dat het geen echte klap was. Ik zet mezelf niet verschil dat het gewoon een duw was. Dan had ik hem beter gewoon een echte hoek kunnen geven. Maar omdat hij zo'n drama queen is, deed hij echt alsof ik hem mishandeld had en alsof de traumahelikopters eraan moesten komen. Nou, het was echt een duw. Ik had haar een bericht gestuurd via WhatsApp. Ik het heel rot vind hoe dat tussen ons, vooral Esmee dan, omdat ik met Esmee ook al een beetje sprak voor het programma. Maar ik heb dat verwijderd. Ik dacht van ja, waarom doe ik het eigenlijk nog, weet je wel? Vind je dan dat het meer vanuit hen had moeten komen? Nee, weet je, wij horen gewoon niet met elkaar. En ze komen elkaar toch niet tegen in het dagelijks leven? Nee, wij komen elkaar toch niet tegen. Het is een beetje een andere scene, toch? Ja, ik ben weer van de A-klasse. Monse, heb je spijt van het verbranden van de vlag van Quinn? Ja. Kun je aan me uitleggen waarom? Ik had beter die van Ziggy kunnen verbranden. Ik voel me er echt kut over. Ja. En ik word helemaal emotioneel van. Ik vind je echt kut. Wat raar. Ja, ik vond het echt normaal. Kut. Maar waarom kroop Quinn dan zo onder je huis daar? Ja, gewoon... Hij weet alles beter. Ik zie jou heel hard lachen, Esmee. Ja, nee, ze heeft gelijk. Quinn was naar het exit-duel en hij deed zo vervelend en we hebben gewoon zijn vlag verbrand. Ja, hij is de pispaal van de groep en nee, vooral met de twins is hij gewoon de hele tijd omlaag geduwd. Dat ik wel nog daadwerkelijk met ze heb geprobeerd te praten. En ze vond het ook wel grappig. En gingen elkaar een beetje opstoken en dan gingen we zijn vlag in brand steken. Ja, maar we hoeven toch niet schuldig over te doen. Jawel, want dan komt hij terug en dan zit er een persoon achter die vlag en dan vind ik dat kut. Heb je het nog uitgesproken met Quinn? Ja, nee. Ik lag dus in mijn bed die nacht en ik dacht, ja, morgen zal ik misschien met hem gaan praten. Maar ja, de volgende dag lag ik eruit. Oh. Ik zie wel aan jou dat je geraakt bent. Ja, ben ik ook wel een beetje, ja. Wil je nou niks missen van deze drama? Kijk dan Good Luck Guys op Amazon Prime.